Hagelstenen zo groot als tennisballen, gesneuvelde autoruiten, gebutste daken en zelfs dakpannen die het natuurgeweld niet overleefden. De ochtend na het noodweer van donderdagavond is pas goed duidelijk hoe groot de schade is. Vooral de zeer grote hagelstenen en rukwinden hebben veel schade aangericht in Zuidoost-Brabant. Enkele basisscholen in Luiks-Gestel en Someren zijn vrijdag dicht vanwege de grote schade. Weerman Reinier van den Berg sprak over een megabui en een supercell. Het zwaarste type onweersbui dat bestaat. In Luiks-Gestel liepen auto's en dakpannen flinke schade op. Ook de ramen van de Luciakerk en de pastorie liepen schade op door de hagelstenen. Rond het kerkplein hebben vrijwel alle huizen schade aan dakpannen opgelopen en zijn ramen van auto's stuk. De brandweer heeft vrijdag om 9 uur de procedure extreem weer beëindigd. In Deurne en Geldrop stonden meerdere straten en tuinen onder water. In Aalst kwam het water als een fontein door de wc-potten omhoog. Ramptoerisme heet dat, hè? In Asten, in onder meer de Hemel en de Margrietstraat, hebben veel huizen schade opgelopen. In Someren, rondom de straat Vilst, hebben ook veel huizen en auto's schade, waaronder een fysiotherapiepraktijk. In Veldhoven, in de Frans Bekerstraat, is de bliksem ingeslagen in een woning. Hierdoor brak er op zolder brand uit. Er zijn geen gewonden gevallen. Vrijdagochtend wordt overal hard gewerkt om de ergste rommel op te ruimen. Thank you.